Oké, maakt allemaal niet uit. Nee hoor, iedereen mag vergeten, want daar zijn we mensen voor. Ja, dat we kunnen en mogen vergeten. En dat laat ook weer zien dat wij geen robot zijn. Ik zit maar op haar ademhaling te letten, hè. Ook zo erg. Van beden nog? Ja, zie je nog. Hopie. Is toch zielig? Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag en we leven op 17 oktober om 14:21, bijna half drie. Ja, ik ben heel erg laat, maar ik ben lekker bezig geweest. Ja, ja, met Rijka. Lekker aan het stoeien donderjaren. En dan krijg je weer op een gegeven moment appjes. En dan krijg je op een gegeven moment een telefoontje en dan krijg je weer appjes. Ja, en al met al wordt het later en later en later, voordat je eindelijk eens een keer uit je bed kan komen. Ja, want het ene kwam naar het andere. Ik kon gewoon niks beginnen meer. Niet leuk, nee. Anders had ik al lang op beneden geweest, hoor. Ja. Maar oké, gedane zaken nemen geen keer. En ja, de anderen die waren net zo lui als ik. Ik bedoel, die lagen ook nog op bed. Die zijn er nou ook net, denk ik, beneden. Of liggen nog op bed, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, ik ben beneden. En, ach, wat kan de pret drukken, toch, op zaterdag. Ja, ik moet zometeen wel weg, dus ik heb nogal het een en ander te doen. Ik moet Rijken uitlaten, ik moet Ewen verzorgen en ik moet die kapjes halen. Ja, die ik besteld heb. Dus ja, we gaan dat eerst even Ewen doen. Dan neem ik Rijka met de booster mee langs de gracht en dan ga ik gelijk de stad in om dat te halen. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou van goede moed. En tot straks maar weer. Doei. Oh ja, ik vergeet nog wat, hè. Wat ben ik weer dom, hè. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, dat vergeet ik gewoon. Jee, wat erg, hè. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Nee hoor, iedereen mag vergeten, want daar zijn we mensen voor. Ja, dat we kunnen en mogen vergeten. En dat laat ook weer zien dat wij geen robot zijn. Dus ja, alle instanties denken dat je soms een robot bent. En dan moet je laten zien dat je geen robot bent. Nou, ik ben geen robot. Nee, ik ben een mens. Wij vergeten. Simpel. Moet kunnen. Toch of niet dan? Maar oké, ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik pak nou de camera voor een tweede keer en het is al 17:30 geweest, 17:43 en ja, nog steeds op zaterdag. Maar ja, ik heb het druk gehad, ik heb onverwachte visite gehad van Wilma en haar vriend. Ik zit met Ewen op mijn schoot, het gaat niet goed met haar, nee. Ik had ook er net even zitten te huilen, want ik weet het even niet. Nee, ze wil niet meer eten. Het enige wat ze nog wel af en toe tot haar neemt is wat drinken, maar ze laat alles staan, ze wil niks meer. De medicijnen krijg ik niet meer bij haar naar binnen. Ik heb ook gedaan wat mijn medebeheerder Fred van der Kaap had gezegd wat ik dan kon gaan doen. Dat heb ik gisteren geprobeerd, maar dat ging ook met moeite en pijn. Ik heb vandaag beide dingen weer gedaan. Dat was eerst weer met smeerworst. Nee, weer een pipetje klaargemaakt met medicijnen. Ik krijg het er niet eens. Het is er, nou, dat wil ik de beestje niet aandoen, maar mijzelf ook niet. Ze legt nou op mijn schoot te slapen. Ze is nou aardig rustig. Maar ik heb Mary gebeld en daar heb ik twee filmpjes naartoe gestuurd. En dan ging de rikketikketje even wat sneller. Ja, ze heeft ook moeite met ademhalen. Ik denk dat het aan het einde van de Latijn is. Ik bel maandag ook de dierenarts en ik wil daar naartoe. En geen experimenten met mijn beestje. Nee, het is of het een of het ander. En
Ik wil niet met een beetje vechten, dat ik moet vechten. Wil ik haar niet meer aandoen, dat doet mij nou al zeer. Ja, dan heb ik liever dat ze wordt ingeslapen of nog liever laat haar op mijn schoot inslapen. Weet je, dan ligt ze lekker bij me. Ja, kerel, er is er eentje, ja. Die is de hele dag boven geweest, zal ik jullie vertellen, nu de hele middag. Hij is al buiten geweest vanochtend. Hé? Hi, man. Hallo. Hey, kerel. Nou. Hey, mijn kerel. Nou ja, Rijka, die heb ik net buiten gelaten. Die wou naar buiten. Nou ja, dat mag. Ja, toch? En ik zou vlees bakken, maar... Ik heb er het voet niet voor. Nee, want ik heb door dit alles heb ik ook vreselijke hoofdpijn. Ik ben moe van. Ja, ik heb wel huilen, lieve vrienden. Ik geloof dat dat ook wel te begrijpen is. Hè? Als je poes een beetje zo aan het einde van de Latijn is. Ons prinsesje, ja. Doet pijn hoor. Maar zo te zien. En ze, ja, ze verhongert zichzelf nou uit eigenlijk. Maar ja, dan kun je wel zeggen, ga dan naar de dierenarts. Wat denk je, wat dat gaat kosten in het weekend? Nee, ik liever dat ze op mijn schoot in slaap valt en nooit weer wakker wordt. Daar heb ik nog veel liever in plaats van een naald erin. Ja, want dat is een rotgezicht hoor. En ik blijf er altijd bij. Altijd. Ja. Hé, meisje. Ze reageert ook niet meer. Ook wanneer ze wakker is. Roep ik wel eens Eeuwin. Ze reageert niet. Dus echt, ze is op. Ze wil zelf niet meer. Ze kan niet meer. Maar ja, lieve vrienden, ik hou jullie natuurlijk uiteraard op de hoogte. Enkel, ja, als het al vanavond gebeurt, dan zet ik, ja, dan laat ik het jullie weten. Gebeurt het morgen, laat ik het jullie ook weten. En jullie gaan uiteraard maandag ook mee als ik naar de dierenarts toe moet, als het er nog al wel is. Mary heeft me al aangeboden om mee te gaan naar het crematorium om haar daar te laten. Nou ja, dat vind ik fijn, weet je. Ja. Het is toch mijn poezekindje die ik heb geholpen bij haar geboorte. Ja, want zoals de laatste die eruit kwam, de rest was er al uit, moest ook dat bed van die vent nog verschonen waar haar moeder dan van was. En die vent die is zo gek als een deur, die heeft zijn poes een beetje doodgewassen, letterlijk en figuurlijk, in een wasmachine. Ja. Mijn pleegbroer en ik moesten zijn bed verschonen, want hij stond met zijn handen in het haar. Wat moet ik nou? Ja, rustig blijven, die beestjes oppakken en in een mandje doen en die moeder erbij. Ja, nou ja, en dat hebben we gedaan. En ik heb die moeder verder geholpen, want er zat nog meer in. Er waren er nog maar twee uit en er kwamen er nog vier uit. Ja, arm beestje. Maar ja, nou hebben we Eeuwin, die was iets van mijn pleegbroer. Maar omdat mijn pleegbroer en ik noodgedwongen samen hebben gewoond. En daarna dat het dat niet meer hoefde, toen zei hij, hou jij Eeuwin maar, want die twee kennen niet buiten elkaar. Gimli en Eeuwin. Want ik had Gimli, dat was haar echte broer. En hij had Eeuwin, maar ze konden niet buiten elkaar. Die waren met elkaar opgegroeid en opgevoed. Hij zegt, ik zie er toch iedere dag, want ik kom toch bij jou iedere dag om de koffie en om te eten. Nou ja, prima. Dus ja, hij ging dan naar een kamer erboven en ik bleef beneden. Nou, woepie. Dat, ja, totdat hij later ook kwam te overlijden, et cetera, ja. Dan hou je het toch sowieso. Maar nou is ze 15 geweest in augustus. En toen was ik eigenlijk al bang van, jij houdt het niet lang meer vol, lieve schat. Jij wordt niet meer 16. Nee. Dus ik ben bang dat ze het einde van het jaar dus niet meer haalt. En dat haalt ze ook niet, nee. Maar het doet me wel zeer.
Maar ja, eens gaan we allemaal en ik zal er ook wel weer terugzien. Maar ik moet nou niet... Kijk, wat heb ik rijker gekregen naar Frodo. En daar ben ik blij mee, ben ik gelukkig mee. Maar zij gaat nou heen. Ik hoef niet nog meer een poezebeestje erbij, hoor. Nee. Want ik heb Gandalf ook nog, weet je. Als die heen gaat, dan heb ik alleen nog rijker nog. Dan hoef ik geen poezebeestjes meer. Nee. Dat hoeft dan niet meer. Ik heb twee handen, weet je. Dat Jack nog leefde, mijn mannetje, hadden we vier handen. Voor ieder hand een dier. Want je kan zo aaien als moet. Ik heb maar twee handen, dus ja, ik... Maar hoe ik mijn liefde verdelen, kan ik dat goed hoor. Ja hoor. En ik zit maar op haar ademhaling te letten, hè. Ook zo erg. Van beden nog? Ja, zie je nog. Hopie. Is toch zielig? Zo ken ik haar niet hoor. Altijd een vrolijk, huppelig meisje. Hier zitten, daar liggen, daar hangen, lopen, spelen. Hè? Met muisjes achter mij, speelgoedmuisjes aan en een balletje. Oh ja. Maar nu? Nee. Slapen, ik wil niet meer. Gisteren at ze nog, hè, gistermiddag, maar vandaag. Ja, wel. Ze heeft twee stukjes vis, wil ik zeggen, kip gehad. Twee stukjes. Daarna, de bekkie gaat voor niks meer open, dan enkel het water drinken. Is toch wat? Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik heb ook nog niet eens de vlog in elkaar gezet. Ben ik nog niet aan toegekomen, nee. Ook omdat ik visite kreeg, hè, dat wist ik niet. Als je nou alles van tevoren weet, dan is rijk worden geen kunst, hè. Nee. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik hou jullie op de hoogte. En meer kan ik niet doen. En dus... En ik had verwacht dat meneer al sprinten zou naar de raam van de wilde raad, maar dat doet hij ook niet. Hé? Hey, kereltje. Ja. Nou, oké, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook toch, ondanks alles, wel een beetje proberen. Ik weet niet of ik nog een vlog in elkaar ga zetten. Morgen weer een dag en anders loop ik maar weer op achter. Ik kan hier ook niks aan doen. Nee, dit is even overmacht, lieve vrienden. Mijn beestje gaat voor. En dan jullie en dan ik. Ja, toch? Ja. Komt goed. Ik zou zeggen, geniet nogmaals. En het is weer iets treurigs wat ik mee moet maken. Maar het is nou eenmaal zo. Ook dieren gaan heen. Van de week al van een vriendin van mij op Facebook. Die heeft een hondje ook in moeten laten slapen. Een moderatrice van me. Ook een schat van een meid. Maar ja. Of tenminste een schat van een vrouw. Want ze loopt niet achter de koeien aan. Meiden lopen achter de koeien aan, zei mijn vader vroeger altijd. En denk erom, jij loopt niet achter de koeien aan. Dus je bent ook geen meid. Dus het is een schat van een vrouw, ja. Maar oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar weer en tot later maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, sorry hoe ik eruit zie. Ik heb net even gehuild, want ik kreeg een appje binnen van Karin en Roderick met een vliegtuig erop in de lucht. Dus ja, die zijn dan naar Amsterdam geweest, denk ik dan. Had ze... Dus ik sprak een berichtje van, dus jullie zijn lekker er hard op geweest, vliegtuig gespot enzovoort. En toen sprak zij weer in en toen zei ze van, wij zijn onderweg en we zijn daar en daar. En noemde ze plaatsnamen op, iets van Haarlem. En waar zullen wij dan naartoe onderweg gaan om foto's, om het vast te laten leggen van haar laatste? Nou ja. Dagen. Ze is er nog wel, maar ja, dat is dan ook alles.
Ze wil niks meer. Helemaal echt niks meer. Ja, maar ik moet haar toch zo meteen aan de kant leggen. Want ik moet Rijke uitlaten. Dat gaat ook door, weet je. Dus ja, en ik moet naar de wc zelf. Ook dat gaat door. Dus ik leg haar zo meteen aan de kant eventjes. Ja, dan moet ik maar even opschieten. Ik heb ook geen zin om te eten. Het hoeft voor mij allemaal niet. Dus ik eet straks wat broodje even. En dan... En de diertjes even eten geven. Zij wil het niet. Ik kan er wel er weer bij zetten, maar... Ik wil er alleen een auto. Dat heeft ze vanochtend gekregen. Ze heeft er helemaal niks van gegeten, zie ik nou. Ik dacht dat ze een hapje ervan had gehad. Maar nee, niks. Hé, hey, Kandolfi. Ja, Kandolfi. Hé. Hey. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ja, man, wat is er? Ja. Ja, kerel. Oeh, spinnenkop. Ja, je bent spinnenkop van vrouwtje. Ja, je bent een spinnenkop. Hé? Hey? Nou, ik ga even Rijke uitlaten en ja. Karin die zei al, zoveel mogelijk vastleggen. Nou ja, dat gaan we doen. Ze zegt, ik mag ook gewoon vloggen hoor. Gewoon vastleggen die handel. Dat is gewoon doen. Nou, dat doen we dan ook. Ze ademt heel rustig nou. Maar ga ik erop pakken? Ja, dan begint ze weer, hè. Nou, lieve vrienden, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is al donker, zoals jullie al wel allicht begrijpen. En ik zie er niet uit, mijn haar zit niet goed, maar dat kan me allemaal niet boeien. Nee, jullie zien daar Karin staan in de keuken. Die staat daar te koken. Ja, voor zichzelf hoor. En Roderick, die zit daar. Dag, man. Dag, lieverd. En Rijke uiteraard niet vergeten. En onze prinsesje, die legt hier al zielig te zijn. Ik had, zien jullie haar? Ik weet het niet. Ik probeer een beetje licht op haar te krijgen. Ja, ze komt in beeld. Die wil echt niks meer. Karin die heeft geprobeerd haar eten te geven en te drinken te geven. De kip in kleinere stukjes geplukt. Water erbij. Ze komt enkel een klein beetje aan het water en voor de rest... wil ze niet meer. Karin die heeft een heleboel foto's geschoten. Uiteraard zal ik geschoten daar... Geschoten nog wel. Nou, geschoten, ja. foto's gemaakt met haar camera. Maar. En ja, ik hoop dat er echt mooi bij zitten, zodat we die in deze vlog kunnen bewerken. Of verwerken, hoe zeg je dat allemaal? Verwerken. Verwerken. En ja, het beestje is af. Het is op. Ja, het doet mij veel pijn en veel verdriet. Ook bij Karin en Roderick denk ik wel. Ja, anders waren we hier niet geweest. Anders waren ze hier niet geweest, nee. Hé, meisje. Maar ja, ze kijkt wel helder uit haar oogjes steeds. Hé? Ja, nou. Het lichaampje wil niet meer. Ze reageert ook niet meer. Enkel daarnet, ja, toen horen ze vreemde geluiden van wat is dit? Maar naar de naam luistert ze niet meer naar. Nee, normaal nee. Was het gelijk oortjes omhoog en was het nee. Lekkere snitsel! Maar ze reageert nergens meer op wel? Nee. Nee, dus ja. Ik hoop dat ze het ja, eigenlijk op mijn schoot, het klinkt raar, klinkt vreemd, maar op mijn schoot mag heen gaan. Dat ze niet zo'n grote naam in haar hartje krijgt, hè? En naar de baas toe. Naar de baasjes, ja, en naar Frodo. En naar Arwentje. En naar de broer, Gimli. Ja, we gaan zo even door. Ja, zo kunnen we doorgaan. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga hier even lekker bij Karen en Roderick zitten. En ik hoor jullie wel weer. Tot straks maar weer.
En hoe mooi is het hier. En dat midden in de nacht. Het is prachtig. Het water is rustig. Heerlijk. Lekker rustig. Zien we de vuurtorens lagen ook? Ik weet het niet, nee. Dan ben ik ingezoomd. Dus... Rijka. Hallo, doe even normaal. Ja, dat was de vuurtoren. En dan komt... Oh, doet dat ding raar. Nog een keer. Vier slagen. Hup. Daar gingen we even om te doen. Ja. Ja. En wat mooi. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis met mijn hondje. Ik heb een rondje gedaan voor de nacht, voor het slapen gaan. Het is ook alweer 3:15 in de nacht van zaterdag op zondagnacht. Van 17 oktober naar 18 oktober. Ik heb net met mijn normale mobiel waar ik op mee bel, heb ik op de brug eventjes aan het filmen geweest van de dag, hoe mooi het daar was. Het water lag helemaal stil erbij als een spiegel. Dat was echt, ja, even een bijzonder moment, vond ik. Het ligt wel vaker zo mooi bij, maar je bent met je gedachten ergens anders, zoals bij je poesebeetje. Ze ligt nou weer op mijn schoot. En we rempel, ik voel haar spinnen. En, nog een nieltje, die vleeswaren van kipfilet, niet de kip die ik gekocht heb bij de toko-winkel, maar echt kipfilet vleeswaren, heb ik wat in haar bakje gedaan. En daar heeft ze nou al 2 keer wat van gegeten. Waarom toch? Mag in de krant. Ja, daar ben ik wel even weer blij mee, maar... Toch, daar wordt ze niet dikker van, of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik vind het wel fijn dat ze dat weer even naar binnen hebben, een beetje. Dat ze maar een paar stukjes. En hopen dat ze morgen dat ook weer doet. Ik zal het zo meteen in de koelkast zetten, in een plastic zakje. Doe ik het in de koelkast, blijft het goed. Maar, ja, ik... Ik ben toch bang, want bang ben ik ook weer niet. Maar wel verdrietig, want ik heb ook eventjes op Google gekeken. Ze heeft dus een snelwerkende schildklier. En dat is bij een dier toch anders dan bij een mens, logisch. Het is allemaal veel kleiner, het is amper te vinden. Het is dunner, de spiertjes zijn dunner. Dus ze is aan het einde van haar Latijn. Ja. Dat... Er staat er ook bij dat de poesebeestjes eraan komen te overlijden. Ja. En dan zeg ik op mijn beurt, ga jij maar naar je big brother, onze hondje Frodo en naar je zusje Arwen en naar je 2 baasjes. Ja, 2 baasjes denk je dan. Ja, maar pleegbroer, daar is ze eerst van geweest. Toen kreeg ik haar.
Nou ja, omdat hij niet meer voor haar kon zorgen. En toen leerde ik mijn mannetje kennen. Ja, die heeft haar verder gemaakt zoals ze nou eigenlijk is geworden. Niet meer bang voor een ander. Ze vloog altijd weg voor anderen. En hij heeft ervoor gezorgd dat ze dat niet meer deed. Hé, grote meid. Hallo, grote meid. Hallo. Ik hoop dat jullie haar horen spinnen. Ik hoor haar heel zachtjes spinnen. Daar ben ik ook alweer blij mee. Dat doet me goed. Zo lief, zo aandoenlijk. Hoor jij haar ook? Ja? Ja, meisje. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk een welterusten voor degene die net zo gek zijn als ik. Zo laat naar bed en dan nog moeten slapen, et cetera. En dan ook nog vandaag weer visite krijgen. Natuurlijk van mijn nieuwe vriendin Marianne. Die komt ook, die had ook twee van deze dingen besteld bij mij. Dus daar heb ik ook voor gezorgd. Dus ja, dat komt allemaal goed. Allemaal goed, hè? Ja, meisje. Ja, meisje. Ja, je bent lief. Ja, precies. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer, hè. Tot over een aantal tig uurtjes. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.